Ja, ik was om 1 uur maar even. Ik was in 1 uur in bed gaan liggen. Waarom 2 uur dacht ik. Ik sliep nog steeds niet. Ik denk, ik ga wel even douchen. Ik denk dat ik al 1/2 uur gedoucht heb. Het is nu 3:05. Om 2:30 ging ik op bed liggen. Ik denk 2:55. Ik weet niet, ik heb waarschijnlijk niet eens 10 minuten geslapen of zo. Ik had allemaal al ideeën in mijn hoofd. Met dat douche ook. Onder de douche ook, dat water dan over me heen. Maar ik moest gewoon wakker. Ik kan het niet anders uitleggen. Ik moest wakker worden. En gaan kijken welke video ik op 6 juni had geplaatst. Ik doe nou de verkeerde op pauze. Zodra je de verzegeling voelt, dat is niet om ver te krijgen. Dat is echt gewoon een zekerheidje hebben. Mensen hebben echt geen idee. Als de volle maan de mensen niet. Als ze niet de juiste intenties gaan zetten, omdat ze allemaal in illusies hangen. Wie dit jaar niet wakker gaat worden, gaat dit jaar ook echt niet meer wakker worden. Die gaat in de illusie blijven hangen waar die in zit, dat is echt. En met dat in de Witte Arena en zo, dan weet ik weet gewoon zeker nu dat het echt waar is. En misschien zijn veel dingen alleen persoonlijk waar, voor mij of zo. Ja, dat maakt het niet minder waar voor anderen ook of zo. Voor ik daar. Ja, het is echt de dingen die voor mij. Een heleboel is intern. En ik ben door mijn kennis heen gegaan. En het bewustzijn ingetapt. Dat wat ik weet. Dat waar. Daar waar mijn fantasie bij kon. Dus daar waar ik mijn lampje op geschijnd heb. Daar waar ik. Dat wat ik heb waargenomen, die kennis, daar kon ik dingen mee doen. Toen ik daar helemaal doorheen was, leek het echt op. Ik zeg het weer verkeerd alsof. De eerste 3 keer leek echt alsof ik op een Jezus school zat. Alles wat er gebeurde, dingen die ik moest doen, dingen wat er gezegd werd en alles. Dingen die er gevraagd werden, antwoorden die ik daarop moest geven. Het leek echt alsof het goedgekeurd was of zo. Toen mocht ik echt, toen, door al die kennis heen. Daar hebben ze gewoon uitgelegd. Dat wat je. Nu kan je het nog niet snappen. Je gaat het pas snappen als het zo ver is. Je kan iets snappen voordat het er bijna komt. Omdat dat de informatie wat tot je komt. Qua energie je opbouwt en daarheen brengt. Waardoor we creëren nou eenmaal met z'n allen de dingen. Dus hoe bewuster je bent. Dus in het moment van creatie kan je de dingen snappen. Dus daarom mag ik het nu pas. Alles is me al gegeven. Het is allemaal in mijn cloud. Is het allemaal gestopt. Al die data. Die ham die zorgt ervoor dat er geen programmering. Dat niks mij kan programmeren. Dat ik bij mezelf kan blijven. Ze zenden nu echt frequenties uit over de aarde heen. Hele lage vieze frequenties. Waardoor mensen niet hun. Het voelt heel gauw alsof je frequentie hoog hebt. Alsof je iets goeds aan het doen bent. Tegen het kwaad. En dan voel je, ik ben wakker. Het is echt een hele lage frequentie. Omdat die frequentie die ze zo heel laag houden. Dan kan jou wel daarboven zitten. Maar ze hebben die frequenties helemaal naar beneden gehaald. Dus je moet de lat zo veel hoger neerleggen. Je mag echt geen kwaad naar binnen halen. Je mag echt geen kwaad doen. Je moet al die energieën transformeren naar.
koks uitgedaan. Ik geloof het ergens wel of zo. Maar minimaal. Ik was gewoon... passief. En daardoor kwam ik niet verder, maar nu... Snap je ergens wel realiseren dat er een soort van God of zo moet zijn? Of dat alles God is? Niet een man met een witte baard. Misschien als het bewustzijn door zijn hele lichaam heen gaat. Net als dat daarin, wij zijn, wij ons. Jij hebt ook een stemmetje in je hogere zelf. Maar mensen die je hogere zelf vertelt jouw dingen. Als jij op straat loopt, dan komt links, rechts en jouw hogere zelf zegt naar links toe. En jij gaat, naar rechts met je ego, ben je gierig aan het doen. Terwijl jouw ego, die de baas is, als die kan luisteren naar je hogere zelf. Uiteindelijk ga je hogere zelf worden, smelt jouw ego in je hogere zelf. Dat noemen ze dan, ze noemen het dan een superego. Maar dat is beter als niet daarnaar luisteren, maar dat ego van je, een hele avatar creëren, daar leuk mee doen op Facebook en de foto's, de selfies en dat... Het shine, dat neppen. Wat bij mij gebeurt is gewoon echt. Dat weet ik nou. Ik zeg nou, 100% dat het echt is. 100%. En dat de dingen gebeuren ook echt. En het lastig vallen, dat gebeurt ook echt. De frequency of God, gewoon God, die wil gewoon, of die heeft gewoon al mijn zintuigen wagenwijd opengezet. Echt wagenwijd open. En misschien wel gewoon om de zekerheid bij de mensen te brengen die gelovig zijn. Ik heb heel erg het idee, ik ben op mijn pad, de Earthstand Chakra, ik ben waar ik ben. Ik heb misschien op mezelf op een moeilijk pad gezet. Tussen de demo mensen die zo ver heen zijn dat ze zichzelf... Ja, het is meer... De gelovige mensen, dat ze op dat goede pad zitten. Mezelf ook gewoon op dat goede pad. Maar wat met mij gebeurt, gebeurt extern. Wat met mij extern gaat gebeuren, dat gaat met iedereen gebeuren. Wat dat intern met jou gaat doen, dat is iedereen zijn eigen ding. En daarom moet niet iedereen zoals mij zijn. Mij geloven om de dingen die ik zeg. Maar de informatie, jezelf bij jezelf komen, de energieën begrijpen, uniek zijn. Je moet echt uniek zijn. Je moet geen voorbeeld hebben, je moet niet als iemand willen zijn. Je kan bepaalde voorbeelden aan mensen hun acties nemen. En naar mensen kijken die dingen doen, wat jij, dat zou ik nooit doen. Dat versterkt, daardoor ga je zien wat je niet moet doen. Delen is de kamerplaatje, is ook aan het laten zien hoe je het niet moet doen. Wie zichzelf kan blijven en niet zoals hun wil zijn, niet alleen maar roept, dat vind ik ook. Dat is echt, ik snap waarom ik, 1:30, ik had natuurlijk net al, voordat ik dit de video ging maken, al geluisterd. Ik snap waarom ik deze video moet kijken. Ik wil ondertussen gewoon wappies noemen, zichzelf gewoon uitschelden. Een dik zak die zegt, ik ben dik. Ja, je mag jezelf echt niet tekort doen. Dat je het probleem oplost. Niet verder wil komen. Dat doe je echt als je jezelf een wappie noemt. Je moet echt gewoon vanaf je hart moet je leven. En als jij bang bent, boos bent, dan ben je echt niet bij je hart. Dan kan je net zo goed de vaccinatie nemen. Daarmee hoor ik niet alleen de frequency of God, maar dat in de arena dingen tot me krijgen. De Jesus Consciousness, het bewustzijn, en het bewustzijn waar Jezus voor staat. En dat is niet alleen Jezus, hè? Dat is voor alle profeten die er geweest zijn. Mohammed of Boeddha of verzin het maar. Hun hebben kennis gegeven aan de geest. Kennis gegeven, verruimd in het bewustzijn. Hun kennis. Dat wat hun waarnamen, prophecy of thought, verzin het maar. Iedereen die
wel de frequentie hoog houdt en werkt aan het bewustzijn. Dus als mensen stoppen er zoveel aan toe. Er zijn ook mensen die verkrachten de dingen. Proberen het al kleiner te maken. Maakt niet uit hoe klein jij bent. Je bent het alles. Wat buiten jou is, is in je. Dus maak jezelf zo klein mogelijk. Hoe kleiner jij bent, hoe meer er in jou zit. Hoe meer van buiten in jou zit. Tom, de normen en waarden zijn boodschappen. Als je dat tot je kan dragen, ook zo kan denken. Het is niet alleen dat ik die dingen mag horen, maar ik zie ook gewoon dat het al bezig is. Een kaf wordt al gescheiden. Ja. Alleen er wordt gestolen. Laat ik net zeggen, er wordt echt gestolen. Mensen die livestreams maken met een hoger bewustzijn hebben echt wel door wie en wat er aan het reageren is. Dus als je die gaat beantwoorden, dan moet je het zo goed beantwoorden dat in ieder geval de mensen die dan wel kijken en echt zijn, het goede antwoord krijgen en de vragen die door hun gaan, dat die beantwoord worden. Ik had ook eigenlijk een live gemaakt, misschien drop ik die even goed morgen wel, man. Ja, ik had een live gekeken en daarvoor een videoclip. Wat zichzelf zo tegenspreekt weer. Maar het gaat allemaal opvallen. En, mensen die denken dat ze van mij knip- en plakwerk kunnen maken, die hebben geen idee. Ik moet dingen gaan inkorten. Want het is nu al een uur. En ik ben echt van plan om nog een jaar te gaan knippen en plakken voordat ik dat naar buiten breng. Ik denk dat ze graag willen dat ik het nu al naar buiten breng. En dan gaan we echt. Volgend jaar gaat dat mooier zijn. Duivel is mensen zielen aan het wegstrijden die eigenlijk al op het goede pad waren. Zelfs de tast, die mag dingen waarnemen. Zodra mensen dat gaan snappen, gewoon door al jouw zintuigen te gebruiken en door de lucht. Ja, het is echt, je moet proberen je zintuigen te stimuleren door alleen dat te doen. Laat iemand met zijn vinger op je hand spellen, woorden schrijven. Zodat je alleen met je tast en met je geest het aan het waarnemen bent. Dus niet je ogen of het geluid of zo gebruik. Die magiceye.com, de 3D holograms in. Dat doe je ook door alleen met je ogen en met je geest. Niet met je gedachten, het denken, het gevoel of wat dan ook. Alleen je ogen. Zo is het ook gewoon mediteren. De geluid niet. Niet een koptelefoon en die nepgeluidjes die je toch niet kan horen. Dus als je dat kan horen, dan zijn het niet de frequenties die je tot je moet nemen. Maar gewoon stil gaan zijn en voorbij het geluid van je koelkast komen. Voorbij het geluid van de afzuiger komen. Je gaat geluiden. Allemaal geluiden wat intern, extern. Nou, heb ik al wat over verteld en iemand anders heeft dat al herhaald. De adem van God naar binnen te nemen, kan echt iedereen aangeraakt worden. Of dat aanraken. Gewoon zoveel mogelijk, niet de hele dag, maar ademhalen. Lichaam heen gaan. Zuurstof naar binnen. En het kan wel bij je hart komen. Omdat daar geen bang, geen angst zit. En de Jesus consciousness. Als dat één wordt, dan gaat je team eens kleren, dat gaat zo groeien, dan groeien die energieën van God, die groeien in jou. En al was dan Jezus iemand van vlees en bloed, had hij op een of andere manier dat bewustzijn, waar iedereen connected mee is, daar was hij op in. Daar was hij één mee. Het bewustzijn, de adem van God, daar was hij één mee. En dan gaan meerdere mensen die gaan één kunnen worden omdat hun niet hun geest naar hun ziel toe brengen of met hun geest hun ziel zoeken. Maar hun ziel is verankerd in hun geest. Voor altijd en daarmee. Ja, wie nu zijn frequentie hoog houdt met zijn geest bij zijn ziel komt, die hebt het hier al. En door ze zijn met de emoties, proberen ze maar je ziel eruit te trekken.
Zodat jij daar met dat emotieveld, dat emotielichaam, dat je daarmee gewoon een soort van aangesloten kan worden op de Internet of Things, dat Artificial Intelligence, de quantum computer, de nieuwe Matrix die ze aan het bouwen zijn. De Matrix is niet met slangjes aangesloten, het is het kapen van je bewustzijn, het stelen van je energie. Als je een open kanaal kan zijn, laat ze dan maar stelen van je energie. Daar worden ze duizelig van. Zolang ik mijn Heilige Geest of de Heilige Geest naar mijn geest toe breng en dat woord voortbreng, de dood is gewoon niet voor mij. De dood hoeft voor velen niet te zijn. Ascensie is klaar. Dit betekent niet dat ik niet bang moet zijn voor de dood, hè? De dood is evengoed natuurlijk een listig iets. Maar het is niet waar ik mijn bewustzijn op hoef te hebben. Ik ben zo alert dat ik kan voor dingen aan de kant springen. Ik kan het opvangen als ik weet dat het licht is. Het is een besef, bezig zijn, blijven. De waarnemingen blijven verscherpen. Ik hoef niet over mijn schouder heen te kijken. Dat doen de energieën wel. Want ik hoef het niet met mijn zintuigen, die vijf, om achter mijn schouder te kijken. Als de energie, de casual chakra, als die het toch wel tot zich neemt en dan naar mij vertelt. Uiteindelijk is de route, dat is uiteindelijk de missie, dat snap ik. En dan... Ja, was ik al voorbij de conspiracies en alles. Dus de spelletjes die gespeeld worden, dat moet bij mij met hoog niveau. Maar dat is basis. Want dat hoge niveau waar hun mee willen komen, daar ben ik voorbij. Ik kan 4 uur lang naar mensen luisteren. Een Sadhguru, een Ektolle. Verzin het maar al die mensen. Daar luister ik al 20 jaar naar. Als ik al zeg, ik kan naar mensen niet meer... Die grote namen, na 2018 is er iets gebeurd, hebben ze iets in hun systeem veranderd. Alsof ze de baas echt ergens bovenuit stegen in hun 7 chakras. Maar niet hun kroonchakra willen legen. En maar ervoor vechten om dat terug te krijgen, maar niks tot zich krijgen. En dat alleen maar met de kennis doen die ze al hebben. Iedereen die in zijn 12 chakras hangt en naar hun luistert, ze zullen af en toe iets goed zeggen, maar als je echt aan het luisteren bent, de energieën tot jou komen in een open kanaal bent, niet in die 7 chakras hangt, dan zie je hun loop, hun herhalingen. Ja, dingen wat toch fouten. Ik snap echt waarom ik deze video... Dit is allemaal weer net zoveel informatie, terwijl het alleen de 6 juni video. Als je op een bepaald level bewustzijn terechtkomt. Gewoon het dragen van die hand. Net als het dragen van het in je hart. Dat zou een zekerheid moeten geven. En ik snap dat niet iedereen die bromtoon hebt. Maar als jij hem in je hart hebt... Je bent bij geest. Dus bedreig me. Geef me leed. Hier zit uiteindelijk toch geen kwaad en is er geen karma in mij op te bouwen. Mensen denken aan acties en reacties, maar snappen nog steeds niks van biologisch energie die oplossen in het lichaam, waardoor je dingen aan het manifesteren bent, mensen dingen laat denken, waardoor hun... Weer iets gaan creëren. Mensen denken echt dat ze overal iets bovenop hebben. Dat ze iets achter de hand hebben. Maar als je bij God bent, dan heb je al gewonnen. Mensen die willen klagen, die klagen maar bij. Mensen die een God hebben binnen de Matrix. God is ook met jullie. Maar als je binnen die Matrix hangt. It's all fake. Vraag gaan stellen als je in de Matrix hangt. Het is fake af wanneer je ziet hoe mensen zich gedragen.
tijdje, dan... dit was wel de vreemdste wat ik tot mij moeten krijgen. En het komt natuurlijk gewoon door de gebeurtenissen de afgelopen dagen. Uiteindelijk sluit alles bij mij aan. Er zit gewoon niet zozeer een volgorde in, maar er zit wel een structuur in die ik ook gewoon begin te begrijpen. Ja, ja, het alles is een loop. Op mijn pad stuurt, om de volgende dag wakker te worden al met dingen en dan weten dat er iets gaat gebeuren. Computer aandoen, dan heb ik een chat. Dat is hoe het de hele tijd al gaat. Ja, echt een 8. Gewoon de zon, bij wijze van spreken. 12 uur licht, 12 uur donker. Zoals ik al zei, bij mij lijken de dagen 36 uur te duren. Dus als je dan komt naar die loop, de lus. Het lijkt 2 lussen boven, 1 lus onder. Ik begrijp ook nog niet alles, maar ik realiseer me... Ik begrijp waarom ik deze video moet kijken. Elke keer dat ik tegengewerkt door de Matrix. En ja, je kunt op een makkelijke route gaan lopen, maar het lijkt wel of het steeds moeilijker moet. Ik ga er mee. Fok al die duivels, die demonen. Fok al die satanische shit. Fok al die mensen die het kwaad maar blijven voeden. Maak het me maar nog moeilijker. Daarmee los gewoon ik op. Ja, en wat er allemaal na 6 juni, nadat ik dit heb gedaan. Dit krijg ik tot me. Moet ik uitspreken? Geef ik hier al? Dan komt het ook echt. Ik weet niet of ik dat ook in deze video of dan een andere video, maar ik ga met alles resoneren, maar doe er een schepje bovenop. Dus als jij heel erg aardig tegen mij doet, doe ik ietsjes aardiger tegen jou. Al doe jij iets lief tegen mij, doe ik ietsjes liever tegen jou. Al kom jij met goede informatie bij, geef ik je nog betere informatie. Al wil je gemeen doen, doe ik ietsjes gemeener. Maar al wil je dat Ian of zo aanvallen, val ik Ian wel ietsjes meer voor je aan. Als jij mij wil belachelijk maken, maar je moet dat doen met dat wat ik zelf zeg. Terwijl ik jou kan belachelijk maken met wat jij zegt. Jouw daden veel zwaarder liggen. Ik praat over in de spirituele wereld. Jij de dingen doet in de externe wereld. Mensen snappen niet hoe sterk ik ben in die interne wereld. En dat daardoor die externe wereld mag van jou zijn. Ik teken een staf, hè. Een mooi kunstwerkje met paint gemaakt. Dat is iets voor in de spirituele wereld. Als mensen dan met hun Facebook staf gaan zwaaien. Maar nee, ze bedenken de dingen zelf. En mensen vallen mij niet lastig. Nee, mensen vallen mij niet lastig. En Ian heeft een ego. En Ian, jij bent, ik weet dat je echt bent. Mensen moeten uitkijken met wat ze schilderen. En daarna... Je moet dus gewoon naar mensen... videoclips gaan kijken en dat soort dingen. Wat ze proberen... Wie was de laatste die ook Fidère was? Waarom komt die dan in een clip terecht? Waarom moet daar dan reclame voor gemaakt worden voor koffietijd? Echt belachelijk. Kijk jullie straks echt alleen nog maar naar de energie. Zodra je die energie gaat waarnemen, misschien ga je God wel bij die energie zien. Misschien dat iets wakker bij je gaat maken. Echt, ik blijf het zeggen. Die magiceye.com. Dan heb je de hoofdpagina, dan zie je linksboven de eerste knop dingachtig wat je aan kan drukken, wat open. 3D van zie je eronder komen. Als je daarop drukt, picture of the week. Als je dat soort dingen kan zien en dat gaat gebruiken door naar mensen te kijken, dan ga je door filters heen kijken. Het is niet de bedoeling dat mensen die dingen gaan doen en... Echt niet de bedoeling dat mensen bij een 12 chakras komen, bewustzijn verruimen. Van links naar rechts gaat iedereen. Kan niet gewoon alleen met de ziel en het waarnemen, daar kan het niet om gaan. Al die mensen die bang en boos doen,
hoor ik gewoon bij de frequentie van de mensen die de vaccinaties al hebben genomen. Het maakt niet uit of je wel of niet die vaccinatie gaat nemen. Als jouw geest vertiefd is, consciousness reversal, als jouw hart helemaal zwart is en in een of andere loop hangt, vind ik ook al wat slechter en dan balans maken met je hart en weer verder gaan met de dag. Zo je geest steeds verder wegdrukt, steeds je ziel verder wegdrukt en daardoor niet één aan het worden bent. Ja, morgen is de volle maan. 8:30, 9:15, 's avonds of zo. Dus ja, je kan beter gewoon pas op dat tijdstip, of misschien 5 minuten daarvoor, de stenen neerleggen buiten het zonlicht. Dus ja, de zon moet wel echt op het noorden zijn en dan lig je het ergens neer waar het licht van het noorden niet kan komen. Het komt ook lekker vroeg, dus je kan veel intenties zetten voordat je je bed in gaat. En ik zou de intentie zetten dat je echt in bewustzijn wil groeien. Dat je je zintuigen een boost wil geven, zodat je toch echt wat beter gaat waarnemen. En als er dan illusies zijn waar jij nog niet doorheen hebt geprikt, vraag dan aan je hogere zelf of je daar ook doorheen mag prikken. Er zijn een heleboel mensen die... Kijk, het is leuk hè, als jij ziet dat een zwarte piet, ja dat is smink. Maar als je niet ziet dat smink op een masker gesmeerd zit, dus je kijkt door de zwarte piet en je ziet iemand, als dat masker het eraf kan halen, dan ga je zien wat eronder zit. En dat is die magiceye.com, die 3D dingen zien. Dat ga je ook echt zien. Want jouw bewustzijn is aan het groeien, jouw frequentie is omhoog aan het gaan. Jouw vibratie in het lichaam die gaat steeds hoger. Je moet wel je frequentie omhoog gaan en met die dingen meegaan. Ik zou hele goede intenties gaan zetten. En dan ga je echt zien, tot de nieuwe maan, ga je, als je hoge intenties kan zetten, je niet intenties gaat zetten, je laat misleiden door de propagandaprogrammering rond het hele COVID gebeuren. Gewoon even je hoofd zet, waar was jij in 2018? Als je toen al spiritueel was, wou doen en mee bezig was, met welke intenties was je toen bezig? Waar heb je allemaal door laten afleiden? En echt, het is de bedoeling dat je de maskers, dat fake, dat je dat allemaal gaat zien. En jouw ego, de dingen, die moet je echt kunnen loslaten over wie jij leuk vindt. En ik praat niet over je vrienden en over je buren en alles. Maar al dat fake wat je niet op tv aan het volgen bent, maar op internet. Als je echt door de lagen heen kan kijken, dan kan je zielen gaan zien. Zonder je emoties te gebruiken. Als je er nu al doorheen kan, dan ga je energieën kunnen zien. Het bewustzijn spreekt. Je moet het alleen kunnen horen. En net als dat vissen tegen de stroming inzwemmen, moet je jouw vibratie aanzetten voordat mijn visjes bij jou binnen kunnen komen. Je moet echt uniek zijn. Iedereen moet uniek zijn. Dat is echt het belangrijkst. Dat is echt het belangrijkst. Nou, hij is 9:30. Ik kan zo nog 9:30 lullen. Het is jammer dat het niet allemaal op StreamYard kan met mensen. Echt met echte mensen filosoferen over de dingen. Ja, dat hebben ze het eerste jaar expres gecreëerd en aan het einde van het jaar alles kapot gemaakt.